Een hele goede morgen en welkom bij nieuwe Ups & Down. We zijn vandaag een soort van ziekteboeg. Liam is een beetje aan de scheiterij, maar hij is niet ziek. Sam is een beetje aan de scheiterij, niet ziek. Niels is een beetje aan de scheiterij, niet ziek. Ik ben niet aan de scheiterij en ik voel me eigenlijk niet ziek. Niels is werken, maar die is ook aan de scheiterij, voelt zich niet ziek. Jordi is ook aan de scheiterij, voelt zich niet toppie. Hij heeft geen koorts of zo, maar de reden dat hij zich niet toppie voelt, is als volgt. Zijn botox, oh, jullie gaan er weer vandoor. Zijn botox is enigszins uitgewerkt. Maar ik heb hem vanochtend wel moeten helpen en er kwam er toch een hoop lucht uit, alsof er een ballon was die leeg liep. En je kan je eigen voorstellen dat ik met een staafje zeg maar achterin zijn ga. En toen kwam er lucht uit, maar er kwam niet alleen lucht uit, dus ik kon me gelijk omkleden. Ja. Dus ik heb besloten om mezelf maar vandaag een pyjama dag aan te meten, want ik denk dat ik me eigenlijk vandaag nog wel een paar keer ga omkleden. We gaan het zien. Voor nu ga ik fruit maken en zorgen dat iedereen wel gegeten heeft. Liam heeft iets nieuws. Dankjewel. Hij doet mijn neus jatten. Ik ga jouw neusstaak pakken, hè? Ik ga hem pakken, hè? Kom hier, jij. Nee, nee, niet slaan. We gaan niet slaan, hè? Ik ga hem pakken, hè? Ik ga hem pakken, hè? Ik ga hem pakken en niet schoppen. Ik ga gewoon met mijn kont op je zitten, zo. Met mijn kont bovenop je zitten. Hier, hi, ik heb je neus. Ik heb je neus. Ik heb je neus. Nee, mijn neus. Mijn neus. Mijn. Nee, niet kietelen. Niet kietelen. Nee. Nee, ik wil niet dat je kietelt. Nee, 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 nee. Kietelen. Hier heb je je neus terug. Nou, nou is weer voorbij. Zo krijgt hij eens in de zoveel tijd, krijgt hij even zijn gekke 5 minuten. Komt hij mijn neus jatten. Krijgt mijn neus weer terug. Ga ik die van hem jatten. Krijgt hij hem weer terug. Nou, dat is wat we doen. Ik heb iedereen in bed. Oh. Jordi zijn buikpijn is nog steeds aanwezig. Hij heeft nog steeds mosterdgele poep. En waterig. Liam en Sam daarentegen hebben vanochtend flink gepoept. Maar daarna is het rustig geweest. Geen koorts. Geen niks van pijnachtig iets. Dus ik had het er met Niels over. En ik en Niels zijn eigenlijk van mening dat ze morgen dan gewoon naar het schooltje moeten gaan. Dus die brengt morgen gewoon weg. Wel met kanttekening dat Jordi aan de shitteritis is. En ja, dat als het niet gaat, dat ze me gewoon moeten bellen. Maar ze zijn gewoon vrolijk. Ze spelen gewoon. Dus zulke dingen zijn gewoon lastig, vind ik. Maar er is niks wat ze thuis moeten houden. Want ja, ze hebben wat dunnere ontlasting. Maar het is niet waterig of zo. Dus ja, wat is verstandig hierin? Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ze school missen. Dat geven ze ook aan. Dus vandaar. Ik had Steffi vandaag ook afgebeld. Want Steffi werkt bij meer kinderen met zorgbehoeftes. Dus ja, vandaar dat ik die keuze heb gemaakt. En ze was ook blij dat ik daar gewoon eerlijk over was. Dat Jordi daar last van heeft. Dus ja, dat is wat ik heb gedaan. Nou ja, Niels is onderweg naar huis. En die laat mij weten als hij bijna thuis is, zodat ik het eten kan maken. En voor nu ga ik gewoon even opruimen hier. En eventjes een stofzuiger en een dweil er doorheen halen. En zorgen dat de boel weer aan kant is. En dat als Niels thuis komt, dat het gewoon klaar is. En goedemorgen. Ik heb er al een ochtend op zitten. Ja. Vanochtend is Liam begonnen met overgeven. En hebben we per se zijn melk vanochtend. Nou, vaak kan dat, als hij 1 keer over heeft gegeven, is het niet zo wel klaar. Hij heeft zijn melk op, want ik had maar een half flesje gegeven, was hij al boos om. Dus toen had hij hem op, had hem in de keuken neergezet. En hij beginnen toch met spouwen. Jezus Christus, de exorcist is er niks bij hoor, ik zweer het je. Als je die film nog niet hebt gezien, ook niet kijken.
Maar ik heb dus alle melk weer van de grond af kunnen opruimen. Ik heb hem daarna de douche ingepleurd. Hij is nu boven aan het spelen. Hij wil nou even niks meer eten en drinken. Ja, snap ik. Ik niet dat ik hem iets geef, maar hij stond zelf al niet eten, niet drinken. Ik zeg, oké, is goed. Ik zeg, als je niet wil eten, niet wil drinken, moet je niet eten, niet drinken. En ik geef hem straks een waterijsje. Dat. Eigenlijk zouden we vandaag met Joef ook naar de dierenarts gaan. Maar die hebben we afgezet. Gezegd, Niels is werken. En ik had het nog wel alleen gekund met Jordi, zeg maar, naar de dierenarts. Maar dan gaat niet met twee andere koters, hoe je het ook wil noemen. Sam, die is aan de scheiteritis. Liam is ook aan de scheiteritis, maar Sam is flink aan de scheiteritis. Jordi, die is aan de scheiteritis. Die was vanochtend ook al heel vroeg wakker bij buikpijn. Dus, zieke boeg, activated! Ja. Ik ben nog niet ziek. Ik verwacht wel dat ik er één deze dagen ga horen. Maar ja, we gaan het zien. En we gaan het zien hoe het loopt. Ik weet het niet. Ik heb in ieder geval al kot zoals ze aanstaan. En ik denk dat ik vandaag maar even moet blijven wassen. Zodat ik helemaal bij ben. Want ja, hè. You never know wat gaat gebeuren. Dus dat. Een goedemorgen. Ik heb vanochtend als eerste van hem alles op kunnen ruimen, want hij had dat gedaan. Als ik het zeg wat hij heeft gedaan, dan gaat hij dat weten te herhalen wat hij dan gedaan heeft. Dus dat doen we maar niet, want dan moet hij dat weer. Liam is nog niet aan de betere hand. Lijkt bij Jordi opnieuw te beginnen. We gaan het wel zien hoe het allemaal loopt. Misschien was het ook nog niet eens over bij Jordi. We gaan het zien. Sam. Hoi. Ben je een beetje ziek? Ja. Ik denk dat hij ook de eerste is die wat koorts heeft. Maar goed. Je wordt in ieder geval geweldig lekker wakker gemaakt als er gekitst wordt. Ik stond er net zelf niet bij van hoe. Maar ik zit gewoon even met ze op de bank. En tussen 9 en 12 ergens komen ze van welzorg. Nog voor Jordi even iets maken. Want in de auto was een dingetje kapot. Komen ze vervangen. En vandaag had Joef wel het dier uit. Niels zou op tijd thuis zijn, dus dan zou hij dat met Joef te doen. En voor de rest heb ik niet zoveel vandaag. Komt goed. Waar ben je dan? In huis. Is Liam in huis? Waar is Liam in huis? Kijk. Liam thuis. Oh, daar is Liam. Het beweegt. It's alive. Liam, waar ben jij? Liam thuis. Is Liam in een huis? Oké. Een hele goede morgen. Vannacht zijn we allemaal wakker geweest, behalve Liam.
Jordi die heeft de boel ondergekotst, ondergescheten, alles wat je maar kan verzinnen heeft hij gedaan. En Niels is ook niet lekker. Maar ja, dat is gewoon zo. Als ouders zijn, heb je daar niet zoveel over te zeggen. Ik moet nu heel eventjes zelf voor mij zorgen naar de fysio. Want, oh, mijn lichaam. You don't want to know. Dat gaat er niet worden vandaag, zeg maar. Ik heb weer in allebei mijn schouders ontstekingen. Mijn onderrug is heel ontstoken. Mijn nek hier. Daar zit een flinke ontsteking. Al dagen. Maar ja. Ik hoop dat de fysio er wel aan kan doen. Dus. Let's go. Iedereen blijft de rest van de week thuis. Alleen Niels en Niels gaat morgen gewoon werken. Maar in principe gaat dat zo zijn. Ik heb fysio gehad. Ik ben met Sam naar consultatie. Ja, mama en papa zijn consultatiebureau geweest. Niels is nu even naar een afspraak toe. Ik heb de kinderen eten gegeven. En nu ga ik zelf even eten. Dit is een, volgens mij, een Turks broodje met... ik heb er kaas op gedaan en in de tosti-apparaat. Niet doen, dit doet oud. Tosti-apparaat gedaan en daarna lekker tomaatjes ertussen. Dus ik ga even eten. Oh, en ik ga later wel even uitleggen hoe en wat allemaal met Sam. En met Joef, want gisteren is papa met Joef naar de dierenarts geweest. Gisteren is Niels naar de dierenarts geweest met Joef. Het vermoeden is dat ze een dierlijk eiwitallergie heeft. Komt blijkbaar vaker voor. De ene hond heeft daar meer last van dan de andere. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat ze gewoon... Ze mag absoluut geen menselijk voedsel meer, maar dat was al zo. Maar ze mag ook in principe de botten bijvoorbeeld niet meer. Dus... Ja, dan moet je een alternatief gaan zoeken. En Joef is graag van het kauwen. Dus de dierenarts zei ook van, dan moet je naar het merk Nyla Boon gaan kijken. Nou, ik zou Mandy niet zijn als ik dan niet gelijk gewoon dingen insla. Dus ik heb gelijk besteld. Dus botten, check. Dan moet zij ook... om de dag gewassen gaan worden met speciale shampoo. Ja, dat is deze. Dat is voor haar huid. Haar huid is goed aangetast door de allergie. En dat moet gewoon behandeld worden. Dus check. Dan kom je nog op het punt dat ze ook nog andere brokken zou moeten. Omdat er in haar brokken voor een vogeltje zit volgens mij. Zoiets was het. Maar ze heeft voer volledig plantaardig geprobeerd bij dierenarts. Maar gaat hem niet worden niet. Nope. Ze kok als nog net niet. Ja. Dus de hond die denkt bij zijn eigen... dus heeft de dierenarts besloten om haar een anti-allergie spuit te geven. Werkt 3 weken. En dan gaan we gewoon kijken of dat dit werkt. Het kan zijn dat ze voorlopig dan iedere keer die spuit moet halen voor haar allergie. Maar ja, dat betekent wel dat ze gewoon haar voedsel binnen kan krijgen. Want als je iets gewoon echt niet eet, zul je ergens een lijn moeten trekken. Nou, dat is dan de lijn waarvan de dierenarts ook zegt van ja, je hebt al alles hypoallergeen aan voedsel. Dus je zal iets moeten. Ze mag eigenlijk ook geen koekjes meer. Maar ja, hè, 's avonds krijgt ze al de hele leven lang, voordat we gaan slapen, 1 koekje. Dus dan krijgt ze ook gewoon 's avonds dat ene koekje. Dat is gewoon voor haar niet af te bouwen. Dat is, zit er gewoon bij haar ingesleten. Dat krijg je er niet uit. Dus... dat ene koekje en haar voer blijft voorlopig gewoon nog. We gaan het proberen met die shampoo te doen, want dat blijkt ook goed te helpen. En haar anti-allergie medicatie. En dan,
de ergste bron blijkbaar te behandelen. Dus dit is wat we gaan doen. En ik ben met Sammy ben ik naar consultatiebureau geweest. Ja, ik zeg altijd concentratiekamp. Dat is niet voor de mensen die daar werken hoor. Want zo'n slechte ervaring heb ik daar niet. Maar gewoon hè. Sam weegt nu 18,8 kilo. Is 1 meter 3. Gaat allemaal goed. Hij gaat wel voor zijn ogen naar de oogarts. Want ze konden de test niet afnemen bij hem. Ja, had ik niet anders verwacht. Heb ik ook daar aangegeven. Ja. Alles gewoon prima, alles gewoon goed. Bij mijn fysio, die heeft me goed te pakken gehad. En volgende week ga ik even naar de huisarts toe, want mijn schildklierwaardes waren niet op orde. Dus daar ga ik even bespreken. En voor de rest, Niels is nu even weg. En ik ben in principe een beetje op hem aan het wachten, zodat ik eventjes naar de winkel kan, een paar dingetjes halen en... daarna gewoon hier in huis het een en ander kan doen. We hebben vannacht heel slecht geslapen. Jordi is heel veel wakker geweest. Die begint echt weer van voren gaan. En ik film hem ook niet nu, want hij ziet er gewoon echt niet uit. Het is gewoon zielig. Het kind scheidt gewoon water. En omdat hij dus die botox die uitgewerkt is, houdt hij het ook gewoon tegen. Dus ik en Niels moeten hem regelmatig ook gewoon helpen op de manieren die voor hem werken. Liam en Sam zijn wel aan de betere hand, gelukkig. Dus mensen. Liam en Sam zijn naar bed. Jordi is ook naar bed. We hebben hem wel geholpen. Daar kwam me toch heel wat uit. Niels is zelfs moeten douchen, want Niels zat helemaal onder de... Skate. Ja, dat. Het kwam met hoge druk eruit in ieder geval. Maar... hij slaapt, dus dat is goed. Hopelijk slaapt hij ook een beetje door vannacht. Is ook goed als je ziek bent en niet lekker bent. Ik en Niels zeiden net nog tegen elkaar, of hij is op het ergste, of het wordt nog erger. Dus we gaan het afwachten. Iets wat ik vaker nu vandaag doe, of in ieder geval sinds dat ze aan de scheiterij gaan, is het ding schoonmaken als ik Jordi heb verschoond. Dus dat is heel belangrijk. Nu zijn we heel eventjes de boel aan het poetsen. De wc even afdoen. Keuken even doen. Daar even stofzuigen en dweilen. Dat weer netjes is. Want ja, hè, je moet er gewoon even bij houden. En op tijd naar bed gaan. Dat is ook wel heel belangrijk. Dus dat gaan we ook vandaag doen. Ik heb niet echt gefilmd. Mijn droger is een beetje kapot zoals je hoort. Niet veel bijzonders gedaan. Als scheid geruimd. Ja, echt niet veel bijzonders gedaan. Heel snel thuis. En ik heb me even omgekleed. Want ik moet even naar de winkel. Dus dan laten we dat maar even doen. Hier is ook niet veel van te maken. Er is een nagel afgebroken. Dus jullie snappen natuurlijk dat ik vanavond weer mijn nagels moet doen. Ja, even iets voor jezelf doen is ook wel fijn. Ook al heb je de shitterieten in huis zitten. Ik wilde eigenlijk niet mijn nagels gaan doen, ik had er geen zin meer in. Ik zei tegen Niels, ik heb er geen zin meer in. Geen puf ervoor. En toen zei Niels, dat ga jij wel doen. Nou is het zo dat al... paar weken mijn droger een helikoptergeluid maakt. Tuk, 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 tuk. Zoiets. Niels vraagt me altijd, doe het geluid na. Nou, dat. Ik ga het ook niet meer nog een keer doen. Hoor. Dus Niels zegt, jij gaat je nagels doen op je gemakkie. Het is nu 19:30 geweest net. Kinderen liggen al op bed. En ik ga mijn nagels doen. Niels gaat daarna kijken. Dus die gaat... kijken of mijn droger nog gemaakt kan worden. En anders moeten we ook nog een nieuwe droger ook. Shit happens. Ik zie de hele week al shit. Komt goed. En ik denk dat ik nu aan de beurt ben. Zoals Sam zegt.
Mijn beurt. Dat ben ik. Jordi slaapt nog. Dus we gaan gewoon lekker rustig zitten op de bank. En niet al te veel doen, want I don't feel really good. I can say that. Yes. Dus dat. Ik heb iets gevonden wat ze 's morgens wel willen eten. Ze willen 's morgens geen brood eten. Maar ik heb van die honey. Yeah. Nee, niet honeypuffs. Smacks. Deze bomen. Zijn deze dingetjes. Die willen ze 's morgens wel eten. Dus ze krijgen 's morgens gewoon een bakje van dat. En ze nee, ze willen er geen melk in. Ze willen niks daarin. Ze willen het gewoon zo eten. Dus laat ze lekker doen. Eet tenminste 's morgens iets. Ben ik van de week achtergekomen. It's alive! Hij heeft flink geslapen. Ik had Niels gesproken. Niels dacht dat hij nog wel ergens wakker was geweest. Maar niet huilen. Dus dat is goed. Heb je het op? Zet hem op de aanrecht. Goed gedaan, jongen. Heel goed van jou. Nou, gewoon bijt hebben ze ook wel. Over een uurtje doe ik even wat fruit geven. Oh ja, en ik ben gewoon nu aan de beurt, hè. Ik denk dat ik al wel 6 keer op de wc heb gezeten. En net met Jordi uit bed halen dacht ik, oeh, nee, laat ik eerst maar even naar de wc gaan, want anders scheid ik mijn broek vol. Kan ik net zo goed de luier van Jordi aandoen. Oh, en als dit te veel informatie is voor jullie, heb je pech, want dit is een kanaal waar dit soort dingen gewoon besproken worden. Want er is geen taboe. Iedereen is wel eens ziek en iedereen moet naar de wc. Dus, ja, dat. Toch hebben we ook nog afspraken staan. De oppas is nu hier. Wij moeten nog eventjes naar de keukenboer. En zo even mijn haren borstelen en weer terug in de staart doen. Dat ga ik sowieso doen. Maar ik heb een broek aan die lekker los zit voor mijn buik. En hoppakee. En daar gaan dan mijn zwarte vans onder. En mijn droger is nog steeds in helikoptervorm. Niels die heeft ernaar gekeken. En die gaat er iets mee doen. Die heeft er iets voor besteld, weet ik het. In ieder geval, ik ga even mijn haren doen. En zorgen dat we onderweg kunnen. Een hele goeie. Ja, het is nog net morgen. Wij zijn gisteren nog naar de keukenboer geweest. Hebben dat nog allemaal puntje op de i gezet. Gisteravond hebben we bezoek gehad van vrienden. Dat was ook al even geleden afgesproken. Dus we hebben dat gewoon door laten gaan. Ik ben nog steeds niet lekker. De wc is nog steeds mijn beste vriend. Ja, ja. Alleen gelukkig is dat 's morgens, zeg maar. En dan 's middags ben ik zo leeg dat ik daar geen last meer van heb. Of ja, last meer. Ik ben nog steeds niet lekker, maar hè. Vanmiddag komen mijn ouders op bezoek. Laten we ook gewoon doorgaan. Ik heb net nog mijn moeder gesproken. Dus dat. Dadelijk gaan we de kinderen douchen. En madame gaan we douchen. Want madame moet speciale shampoo gebruiken. Ja, dat was het eigenlijk wel. Veel bijzonders gaan we niet doen. We hebben Liam wijsgemaakt dat hij op mama moet passen. Want Niels die is eventjes een paar boodschappen halen. Zodat ik niet weg hoef. En we hebben hem wijsgemaakt dat omdat mama ziek is, dat hij op mama moet passen. Dus ik mag niet de kamer uit. Ik moest even net naar de wc. Hij kwam me halen hoor, van de wc. Ik zeg, nou mama, kom nu nog niet van de wc af. Zoek het uit. Kom er maar bij staan dan. Maar dat was het ook wel. Dus hadden we een vergadering op de wc. Ja. Maar goed. Ik ga nog even verder op de bank zitten. Totdat Niels thuis komt. En dan gaan we iedereen douchen. Want ook inclusief mezelf. Want het kan helemaal niet meer. Hè? Dat. En jij stinkt ook. Zoals je ziet, ze is hier zelfs ook rood. Mijn ouders zijn op bezoek geweest. Kindjes liggen nu alweer in bed. Ik ben nog steeds niet lekker. Jordi daarentegen is aan de betere hand. Maar zijn ontlasting is nog steeds niet goed. Dus die blijft morgen nog thuis.
Liam en Sam gaan van de week sowieso naar school. Want ik ben klaar met ze. Ze kunnen gewoon naar school. En ja hoor. Ook hier is weer een nagel afgebroken. Want Bertha die had weer niet uitgekeken. Maar Jordi blijft morgen dus nog thuis. Zijn ontlasting is nog steeds zo mosterdgeel. Wel wat dikker, maar nog steeds niet zoals het hoort. En hij gaat gewoon niet eerder naar school voordat dat goed is. Voor de rest, Niels is nu de keuken aan het opruimen. Ik ga hem zo even helpen. Even zorgen dat deze video afgeëdit is. En dan kan ik hem uploaden. En dan eventjes helpen. En dan weer een keer naar bed. Dus bij deze. Oh, bedankt voor het kijken. En tot de volgende. En ik hoop in de volgende vlog dat iedereen weer beter is. Inclusief moi.